Yep. Sorry. Wat? Ik wou kijken of er één vondje in het deed. Hey. Ja. Dit is de kelder. Ja. Er komt niks veranderd van beneden. Mag je nu dan wel? Hé jongens, dit schiet toch niet op? Nee. De rest is voor jou, Mendel. Ik lees alweer over. Hey Mendel, dit is goed dat therapeutisch. Dit is inderdaad niet het spul wat je wilt gebruiken. Inderdaad. Nee, dat heb je wel gelijk in. Dit is niet het spul waar je dat mee wilt doen. Nee. Klein beetje maar. Nee, dat vind ik niet. Doe dan het groen dan uit een dopje. Sandra, kan ik zeggen, niet zo dicht erachter langs. En Mo wacht voor mijn camera. Yeah, Bernie! But they are missing something. Yes, dude, yes. That's good. Yummy, yummy. De GoPro staat daar. Hoe is dat bij? Het is een schitterend leven. Paul, wacht er net, hè. Je kan allemaal ophouden wisselen met dit werk te zien. Daar de kennis. Nou, maar die stond er ook bij. Ja, sorry hoor, Paul. Oh, ja, maar die doet het ook best. Hij is, oh ja. Hartstikke fijn. Van Jan steekt de bollen wel even aan. Dit spul is best veilig. Ja hoor. Allee. Was dat geen plasneerd houder zo wat jullie hebben gekocht? Ja, duh. Allemaal geen plasneerd in Nederland. Nee, dat binnenhout niet. Yeah. Nou, er zat wel genoeg op in ieder geval. Hij pakt het naar beneden van en dan ook weer bij jou. Al doen ze een paar stappen naar links. Voor de camera. Ja. Oeh, effect. Visuals. Nice. Heb je het al? Ik heb een porto halen voor jullie. Ja, is goed. Wat werd daar gezegd? Was iets van Anne-Jan? Hij vindt er zo open voor je. Nee. Nobody is too. No. Security is present. Ja, dat moet uit. Ja, nee, dat is goed. Wie zou dat? We regelen dat. Jan. Ik weet niet wie het gaat regelen, maar dat zien we dan wel. Er komt even wat extra lampen. Daar komt iemand aan. Meer lampen. Meer lampen. Surprise, but the structure is decorative. It's Swedish man. Uitmaken. Opvuur is niet toegestaan op het terrein. Dat is helemaal verkeerd. In de vergunning staat namelijk dat dat mag, zolang er geen evenement is. Oké,
we zullen hem even uit maken. Maar we maken hem wel uit. En daarnaast, zoals je kan zien, hebben we overal aan gedacht. Hij gaat zo uit. Alleen er zit er nog olie op. Dus. Wat is het vuur bij Superhef? De grond is al helemaal nat gemaakt, dus het is verder geen. Ja, nee. En we hebben er twee blussers bij. Geen zand. Gewoon op de porto, gewoon even zo laten. Als je wil, als je het niet erg vindt. Hij is zo uit. Uitwissen, Alex. Wie denkt dat er vlammen zijn van 2 meter? Gaan er nog mensen S2 op moeten er nog meer spullen met blussers en zo komen? Pop. Staan hier 2 blussers. Sorry, kan je niet afstaan? Zeg maar dat hier. We vragen er ook wel een beetje om, hè? Hey, en we hebben gekeken, in de vergunning staat dat dit mag. Maar wat is het vuur bij Superhecht dan? Dat geen aangezien ik ook van oh, team kijk, permit komt de is. Oh volgende aan! Kom, we zijn wel een meter hoog. Kijk maar! De vlammen waren toch inderdaad 2 meter hoog? Ah, wat is er meer bij? Dat is het not going on the fire! You hear me? We are not allowed to... Dus daarnaast, we hebben een paar papieren, 2 brandblussers neergezet, vanuit een aantal mensen door wat we gingen doen. This is a closed fire, guys. It's closed. I don't think you see here moving on. You need to buy tickets, this is the closed fire. Kom wel goed. En weet je wat hoe we dan escaleren? Het noord vrienden dat pakt die hier en om zijn rug. Waarom verwacht je niet vanaf Nee, was de moeite waard. Zeker hier mij gedaan. Ja. Na een week lang verantwoordelijkheid. Hey Brenno! Vind je onze offering van de Zweedse penis? Vind je offering van de Zweedse penis? Ja, goed. Om het fascisme tegen te gaan? Ja, helemaal goed. Van wat, hè? Ja, heb je trouwens gehoord dat er nieuwe bijnaam is bij Mol? Nee. Het is Ja. Maar het is echt leuk. Er schijnen vlammen van 2 meter hoog te houden.